In de boekwinkel van Joan Windzak in Amsterdam ligt een nieuw boek. Elin heet het. Er wordt al druk ingebladerd en het voorgelezen. Meester Alton praat hard om boven de herrie uit te komen. Elin weet van verbazing niets uit te brengen. Elin is het eerste boek van Milouska Meulens. Milouska kennen we natuurlijk van tv. Jeugdjournaal, Wie is de Mol en Dream School. Elin gaat over een meisje dat aan de ene kant haar ouders verliest. Haar vader gaat weg en haar moeder draaft een beetje door. Die kan het allemaal niet meer handelen. En daardoor eigenlijk leert ze vrienden maken. Dat lijkt een droevig verhaal, maar kinderen vinden dat helemaal niet. Heel leuk boek en spannend. Zeker spannend, maar ook ik vond het wel een beetje eng. Jij vindt spannend gewoon leuk volgens mij. Ja. Ik wilde een verhaal schrijven waar wel magie in zat, want dat is fijn hè, dat je als kind ook ergens in weg kan dromen. Maar wat wel heel erg raakt aan de realiteit. En het is nou eenmaal zo, helaas, gelukkig niet alle ouders, maar er zijn ouders die op een of andere moment om welke reden dan ook niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Ik vind het heel erg leuk en spannend. En er zat ook heel erg veel fantasie in. Ook het feit dat kinderen van kleur centraal staan in zulke boeken valt ze op. Ik vind het eigenlijk best wel een mooi boek. Ik vind het gewoon mooi, de tekenstijl vind ik mooi. Het zwarte meisje op de voorkant vind ik best wel mooi. Wat vind je hier nou anders aan? Dat er meisjes met een kleurtje. Vind je dat belangrijk dan? Ja, wel iets, want er zijn de meeste boeken zijn mensen zonder een kleurtje. Ik wilde heel graag een boek maken voor mensen van kleur, door mensen van kleur. En natuurlijk voor iedereen, maar in ieder geval waar heel veel kinderen die niet een witte, blonde, blauwe ogen achtergrond hebben, zich ook in kunnen herkennen. Het is eigenlijk een meisje die eruit ziet zoals zij, zoals mijn eigen dochter, met een kleurtje en een bos krullen. Dus misschien dat het me daarom heel erg aansprak. Ik vind het wel heel fijn dat de representatie er is. Elin had zo mijn dochter kunnen zijn. Ik vind het ook leuk om zelf wat herkenning te zien. En kinderen, wat vinden zij ervan dat Elin een zwart meisje is? Eigenlijk niet echt heel erg uit, nee. Vind je het leuk dat het iemand is die misschien ook een beetje op jou zou kunnen lijken? Ja. Want dan kunnen ook kleine kinderen zien dat deze mensen bestaan, dat wij bestaan. En dat we, ja, dat we gewoon mensen zijn, dat we niet dingen zijn. Haar moeder is speciaal op zoek naar een boek met kinderen van kleur. Omdat ik zelf ook een zoontje heb die gekleurd is. Ik ga dus ook lezen in zijn klas. Hij is daar de donkerste eigenlijk in de klas. En ik probeer wat meer kleur daar te brengen. Dus ik probeer die kinderen gewoon uit te leggen dat kinderboeken niet alleen maar gaan over Jan of Henk of Simone of Sterre. Maar ook over Ali, Mohammed, Journey, noem het maar op. Joan Windzak merkt dat er veel vraag is naar zulke boeken. Sommige kinderen van kleur die zijn zich er iets bewuster van. Die leven daar in een samenleving waar ze wel steeds geconfronteerd worden met hun kleur en sommige niet. Ik heb bijvoorbeeld op basisschool in Zuidoost voorgelezen en ik heb een heleboel boeken meegenomen. En ik heb die kinderen gevraagd om op basis van de voorkant een boek te kiezen. En dan zie ik wel wat ze kiezen. Dus kiezen ze wel dat stukje herkenning. Herkenning merk je ook in de keuze voor Chapelita, het kinderliedje van Curaçao waar Milouska geboren is. Ze heeft een eigen versie opgenomen in haar eerste boek Elin. Chapelita, Chapelita, stop die ora. Mira mucha una bota vai. Cubo pia. Nou ja, en zo verder. Iselin Kalister kan het veel mooier zingen dan ik.